Dit is even lekker, hè, om naar dit hoekje te lopen. Ja, dit is heel lekker, ja. Goh, ja, je weet, dit is wel echt een cruciale wedstrijd. Je ziet RKC gisteren winnen. Ja, dan weet je, VVV thuis, wil je onderin wegblijven, dan moet je hem gewoon winnen. Ik denk dat we een hele goede, grote stap hebben gezet vandaag. Ja, want jullie zijn ineens heel erg begonnen met kijken naar de concurrentie, hè? Ja, ik denk dat je dat, zolang je niet veilig bent, altijd moet doen. Ja, ik hou altijd wel in de gaten wat de concurrentie doet, ja. Nee, maar het voelde ook een beetje penibel. Ja, nou ja, we hebben de laatste wedstrijden verloren en het voetbal was niet je van het. Ik denk dat je de eerste helft dat ook wel goed kon zien qua spanning. De tweede helft stond het beter en dan gingen we ook wat beter voetballen. Ik denk op basis van de tweede helft verdien je hem wel, maar op basis van de eerste helft vond ik ons nog te veel zoekende. Met name het systeem, hè, tweede helft, ja. Was beter. Ja, dat was beter. Kreeg je meer druk op de tegenstander, ja, en voorin. Ik moet zeggen, onze spits viel heel goed in. Dus die hield heel veel ballen vast, dus dat niks te nadeel van Buiting. Maar ja, dat was wel lekker. Ja, dat was ook echt een mooi moment, hè, dat Tedic die goal maakt. Want die heeft natuurlijk heel wat meegemaakt de afgelopen maanden. Hoe erg gun je het hem? Ja, enorm. Wat het mooie aan de jongen is dat hij... Ja, je hebt nog wel eens, kijk, we lopen wel eens zeuren over jonge jongens, weet je, dat is geen ballen meer naar het veld nemen, weet je, die cliché-gezeik, zeg maar. Maar als ik bijvoorbeeld met hem ging revalideren toen hij geblesseerd was, en ik liep met een zak ballen naar het veld, nou, die man haalde meteen uit, hij trok die zak echt meteen van mijn armen, dat is not done bij hem. En dat vind ik, dat zegt wel heel veel over de persoon, hè. En als hij dan zoveel tegenslagen heeft gehad, dan gun je hem dat denk ik extra, en voor ons is het ook heel lekker. Ja, best wel een mooi emotioneel momentje voor hem in elk geval. Ja. Nou, en uiteindelijk voor ons ook wel. Nou, sowieso dat je hier met 3 punten staat. Want toch nog wel even angst, denk ik, als je zo snel weer op een gelijkspel komt. Nou ja, eens. Ja, daarom was ik was heel bang dat hij hem niet zou geven. Want hij was er waardig van overtuigd dat het geen penalty was, die scheidsrechter. Dus ik was blij dat hij dat lam hem uiteindelijk ook 3 schoot. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Seizoen wel.